De restauratie van de Bergkerk is klaar. Vandaag was de officiële heropening. Als symbool voor de afgeronde restauratie is er een gedenksteen gerealiseerd boven de toegangsdeur van de kerk. Het is een steen waar het jaartal 2016 op staat, omdat we vandaag feestelijk vieren dat de restauratie klaar is van de Bergkerk. En dat is een geweldige prestatie van iedereen die erbij betrokken is geweest. En wij het Deventer zijn natuurlijk ongelooflijk blij dat de kerk het achterstallig onderhoud en de gebreken die er begonnen te komen, dat die nu weer opgeknapt zijn, verbeterd zijn. De kerk is weer klaar voor de toekomst om hem te bekijken, maar ook om hem te gebruiken. Door de monumentenwacht is een tijd geleden onderzoek gedaan naar de onderhoudsstatus van de Bergkerk. En daaruit bleek dat op veel punten de kerk aangepakt moest worden. Boven in de gewelven was een heleboel houtrot. En dat betekende dus dat je daar op een gegeven moment problemen zou krijgen, verzakkingen en dergelijke. In de muren rondomheen scheuren, ook verzakkingen. Want hoe gek het ook mogen klinken, na zoveel honderd jaar zit er nog steeds werking in de grond. Dus je krijgt nog steeds aan een gebouw wat trekt. Nou, verder op een aantal punten waar je dan trekbalken hebt die de zaak bij elkaar moeten houden, daar waren ook problemen. Dus als je niks doet, dan op een gegeven moment krijg je de stenen die naar beneden komen donderen, om het zo maar te zeggen. Dus het was heel hard nodig dat er wat gebeurde. Tijdens de 10 maanden durende restauratie was de kerk gedeeltelijk open voor bezoekers en werd er goed rekening met elkaar gehouden. Het uitgangspunt was dat het werk gewoon door kon gaan, maar ook de tentoonstellingen. Met andere woorden, als er een tentoonstelling was, kon er binnen niet zoveel gebeuren. Was er geen tentoonstelling, dan kon er binnen weer gewerkt worden. Want erboven, daar zijn ze ook met de hoogwerkers naartoe geweest om de schilderingen aan te pakken en het schilderwerk en de scheuren. Dus we hebben steeds met elkaar rekening gehouden. Worden er nu meer bezoekers en tentoonstellingen verwacht in de Bergkerk? Ik denk niet dat er nu direct meer bezoekers komen, alleen maar omdat de kerk gerestaureerd is. Maar de kerk is weer klaar voor de toekomst en kan dus ook ingezet worden voor het Deventerverhaal, voor tentoonstellingen, voor concerten. Dat is wel de insteek van het verhaal. De Terborg Stichting wil graag een hele grote nationale tentoonstelling over roofkunst houden. En dat betekent dat we daar heel veel bezoekers op af gaan krijgen. En dat gebeurt nu in een betere kerk die klimatologisch gezien beter is, die ook qua beveiliging, hè, als je tentoonstellingen hebt moet het ook goed beveiligd zijn, gewoon klaar is voor de toekomst. Dus de kerk kan beter en vaker gebruikt worden en dat levert hopelijk weer meer toeristen op. Zijn er tijdens de restauratiewerkzaamheden nog verborgen schatten gevonden? Nou, schatten in de zin van ergens een pot met goud is niet gevonden. Maar de schatten die wel in die zin hervonden zijn, zijn de muurschilderingen die daarachter zijn. Dat waren vroeger redelijk verlept dat ze eruit zagen en nu zijn heel mooi weer geworden. En dat zijn eigenlijk hervonden schatten. De totale kosten van de restauratie bedroegen 1,8 miljoen euro. Daarvan droeg de provincie 1,1 miljoen bij en het restant werd door de gemeente bijgelegd. De komende tijd zullen de puntjes op de i worden gezet en is de restauratie echt afgerond.